Hallo, mijn naam is Celeste Plak, speelster bij het Nederlands Dames Volleybalteam en onderdeel van Team NL. En vandaag heb ik voor jullie meegenomen Nicole. Hallo Nicole, welkom. Thanks. En Nicole gaat jullie vandaag uitleggen hoe je als sportclub zijnde hele toffe, vette content voor je pagina kunt bedenken. Dus Nicole, brandlos. Ja, dat klopt, brandlos. Ja, ik heb 5 tips bedacht, gratis tips, dus niemand heeft een reden om morgen niet te beginnen. Maar voordat we aan de slag gaan, jij hebt 50.000 volgers, Celeste. Ja, dat kan wel kloppen, inderdaad. Ben je veel bezig met content? Laatste tijd wat meer, ja. Dan hoop ik dat er een tip voor jou tussen zit. Dat hoop ik ook. Laten we snel doorgaan. Tip nummer 1, Canva. Canva is een online communicatietool. Heb je er wel eens van gehoord? Nee, eigenlijk niet. Nee. Een tool waarmee je eigenlijk allemaal uitingen kan maken voor jouw sportvereniging. Daarmee moet je denken aan posters, social media posts, maar ook flyers. Je kunt zelfs je cv ermee ontwerpen. En hoe werkt het nou? Eigenlijk zijn er standaard schablonen waar je uit kan kiezen. Je kiest uit wat je mooi vindt en vervolgens ga je gewoon alles naar je eigen smaak aanpassen. Je kiest je eigen kleur, je kiest je eigen lettertype, foto's toevoegen. Ja, zo wordt het eigenlijk heel makkelijk je eigen ding. En het allerleukste is nog, als je nou niet weet wat voor formaat bijvoorbeeld een Instagram post heeft, je kunt eigenlijk heel makkelijk kiezen voor welk medium je gaat inzetten. Dus je kan kiezen Facebook post, Instagram post en vervolgens is eigenlijk gelijk het goede formaat opgeleverd. Ideaal. Dan gaan we door naar tip nummer 2. Dat is de Spark video app. Je ziet eigenlijk dat er steeds meer videobeelden in je contentlijn voorbij komen. Foto's wordt natuurlijk ook nog wel veel gebruikt, maar ook veel video's. En eigenlijk voor sportclubs is het nog best wel lastig van, ja, hoe kom ik nou aan zo'n toffe video? Want ja, dat kost veel geld of je hebt er echt expertise voor nodig. Nou, bij die Spark app is het eigenlijk verleden tijd. Je maakt korte clipjes met je camera. Vervolgens pak je ze allemaal achter elkaar aan. Je kiest een filter, je kiest een kleurcombinatie. En vervolgens kun je er nog een muziekje onder zetten en je aftermovie ziet er eigenlijk uit alsof een professional het gemaakt heeft. Klinkt heel simpel. Oké. Okay. Dat is de eerste die je dadelijk mag gaan proberen. Ja, ja, leuk. Ja, ik merk bij mezelf dat ik die filmpjes niet echt vaak maak, omdat het voelt als zo'n opgave, weet je. Ik hik er tegenaan om eraan te beginnen. Nou, dat is maar, precies de tip. Oké, okay. Dan ga ik deze dus gebruiken, ja. De Spark app. De Spark app. Heel makkelijk. Het leukste is ook nog als je een nieuwe gebruiker bent en je downloadt hem, dat er eigenlijk een soort van onboarding in zit. Dus de Spark app vertelt vanzelf wat je moet gaan doen, op welk moment. Ideaal. Oké, gaan we door naar tip nummer 3. Lightroom voor toffe foto's. Als ik Lightroom zeg, wat denk je dan aan? Een lichte kamer. Een lichte kamer, maar veel vrijwilligers zullen denken aan een hele dure kamer. Okay. Want vaak zijn die foto's moeten bewerkt worden en dat zijn er dure programma's voor, maar dat is bij de Lightroom app eigenlijk helemaal niet. Dus je downloadt hem en je kunt eigenlijk met een paar drukken op de knop je foto heel makkelijk bewerken. Bewerk jij wel eens foto's? Nou, eigenlijk zelden. De foto's die ik aangeleverd krijg zijn eigenlijk kwalitatief al zo goed en eigenlijk ook al voorbewerkt dat ik dat niet nodig heb. Stel dat ik een selfie maak, wat ik eigenlijk zelden doe, maar stel ik heb een selfie en ik heb een puistje of een dingetje, dan zal ik dat ook niet zo snel bewerken eigenlijk, nee. Daarnaast heb ik ook een foto van jou voor- en nabewerking. En ik zal je eerlijk vertellen, het waren 2 drukken op de knop. 2 drukken? 2 drukken op de knop. Er is veel veranderd. Er is veel veranderd. Ja. Dus wat je kan doen in de Lightroom app, je kan zelf door middel van balkjes gaan schuiven. Donkerder, lichter, maar je kan ook wat een kleurcombinatie wat ook wat soepeler maken. Maar vervolgens heb je ook voorinstellingen waaruit je kan kiezen. En het grote voordeel daarvan is, als je vaker dezelfde voorinstellingen gebruikt, kun je ook een soort van look en feel op je eigen feed gaan creëren. Omdat je steeds dezelfde kleurcombinaties kiest. Dat zie ik wel eens. Dat ziet er best wel fancy uit. Ja, dat is wel mooi, ja. Dan zie je meteen, het is verzorgd, ziet er netjes uit, er aandacht aan besteed. Ja. Ik zelf heb ik het niet hoor, maar ik zie wel, weet je, de goeie, die hebben dat wel. Dat nog is wel mooi. Een app die jij dus morgen kan gaan gebruiken. Hoe heet die, zei je? De Lightroom app. En nog een voordeel aan de Lightroom app is dat je eigenlijk verschillende formaten kunt downloaden. Soms voor een Instagram formaat heb je liever een vierkante versie of een story formaat is 16x9. Je kunt heel makkelijk installeren en heel makkelijk downloaden. Nou ja, en die eenheid vind ik dus echt een pluspunt van deze app. Dan gaan we door naar tip nummer 4. Gave nieuwsbrieven met Mailchimp. Nou, je ziet het eigenlijk steeds meer. Er zijn heel veel leuke nieuwtjes om te delen in een vereniging. Wedstrijdverslagen, nieuwtjes, programma van volgende week. En eigenlijk de beste manier om dat te delen is in een nieuwsbrief. Nou, een nieuwsbrief, een mailing versturen, dat kan eigenlijk precies hetzelfde als bij Canva in Mailchimp. Je kan een schabloon kiezen en vervolgens kan je deze helemaal aanpassen naar smaak zoals je dat zelf wilt. Nou ja, dit programma is gratis tot 2000 contacten. Nou ja, een vereniging heeft vaak niet zo snel 2000 leden. Dus ik denk dat heel veel sportverenigingen daar voor een hele lange tijd mee uit de voeten kunnen. Nou, top. Laatste tip.
dat is eigenlijk tip nummer 5. En dan heb ik een vraag voor jou, Celeste. Je hebt vandaag ongetwijfeld op je social media gekeken? Ik heb langer dan gezond is op mijn social media gekeken vandaag, ja. En wat is de post wat je het meest is bijgebleven? Post van Anouk. Die heeft haar vriend ten huwelijk gevraagd. Oeh. Ja, ik werd ermee wakker. Nou, ja. Perfect voorbeeld. Sowieso okay. Gefeliciteerd Anouk. Maar waarom is dat nou een perfect voorbeeld? Omdat je niet benoemt hoe mooi die bewerkt was. Je hebt eigenlijk ook niet benoemd wat voor muziek eronder zat. En eigenlijk is het waarschijnlijk uit de losse pols geschoten. Maar juist omdat het zo'n tof moment is, is het super tof om te delen. Dus ik heb nu opgeschreven, tip nummer 5 is behind the scenes. Blijf ook dingen delen, al ziet het er niet mooi uit. Het verhaal is altijd nog belangrijker. Tuurlijk, als het er heel mooi uitziet, ga je het eerder opslaan en ga je het eerder herkennen. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. Oké, okay. So keep it real. Keep it real. Keep it real. Zeker. En willen jullie nou weten hoe je als sportclub zijnde jouw eigen club kunt promoten? Neem dan even snel een kijkje bij de andere 4 video's. Of ga naar www.nocnsf.nl/raboclubsport. Nou, top. Tot ziens. Doeg.